Remco Bizantini, trainer van AWC. Het is nu 4:15. Een kwartiertje geleden heeft de scheidsrechter afgefloten. 2-0 nederlaag. Komt dat hard aan? Elke nederlaag komt hard aan. Aan de andere kant is het natuurlijk het begin van het seizoen. Maar toch, als je thuis speelt, hou je liever de punten hier. Dat laat het duidelijk zijn. Ja. Vorige week de wedstrijd tegen Stevo. Maken jullie in blessuretijd de 1-1. Terwijl jullie wel beter waren, Stevo. Dan heb je de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. En vertel jouw verhaal van de wedstrijd. Nou ja, goed, wat Stevo betreft inderdaad helemaal goed. Domineren we 80% van de wedstrijd. En dan, de kansen die je krijgt maak je eigenlijk niet af. Dan kom je heel vroeg in de wedstrijd met 1-0 door een hensbal. Nou, ik vond vandaag weer identiek. En dat is wel het punt bij ons op dit moment. Dat we in het cruciale moment het nalaten om te scoren. Want kijk, als je de eerste helft bekijkt, na een kwartier spelen, krijgen wij 200% kansen naar mijn mening. En ja, maak je er 1-2 van, dan is het denk ik wel afgelopen, want zo'n ploeg hebben we ook. En daar zitten we eigenlijk een beetje op te wachten. Maar je hebt nog een prima keeper in het doel staan bij Silvolde. Uiteraard. Maar ik denk dat het heeft niks in de keeper met de keeper te maken. Ik denk dat elke willekeurige bal waar je zo voor de keeper komt, ja, is kassa, naar mijn mening. En, maar ja, hij pakt ze ook goed, prima. Jullie nummer 7, daar doelde je waarschijnlijk op. Prima situaties in de eerste helft. Ja. Tweede helft veel minder. Waar ligt dat aan? Nou ja, goed, maar je loopt achter de feiten aan. Kijk, dat geef ik ook aan met de rust. Kijk, dat is de voetbalwet. Als je in dit soort momenten ze mist, dan is het vaak de tegenstander die ermee gaat lopen. Kijk, en je ziet eens zo'n balletje van jullie van Silvolde, een keertje er tussendoor. Buitenspel of geen buitenspel, ik heb het niet goed kunnen zien van mijn kant. Maar één moment en het is weg. En dan speel je hier met gevoelstemperatuur natuurlijk 40 graden. Daar hebben zij natuurlijk ook last van. Maar als het dan niet mee zit, dan vecht je eigenlijk tegen twee dingen. Dat is die achterstand en nog tegen jezelf. Dat zeker tegen jezelf, want er waren een situatie waar ik denk van, goh, je hebt nog 20 minuten te spelen. Even flink er tegenaan. Een beetje bezieling miste ik bij de tweede helft van AWC. Nou ja, bezieling, ik weet niet of ik bezieling kan noemen. Ik denk wel dat ze met de volle 100% ook die tweede helft spelen. Maar ik zeg wel, kijk, als het op het moment niet meer gecreëerd kan worden of wordt, we maken misschien de verkeerde keuzes, dan wordt het moeilijk, dan wordt het lastig en dan komt het misschien zo over. Maar dat is zeker niet de intentie van de jongens of van de ploeg om zonder bezieling of beleving te spelen. Het is wel zo dat we in de tweede helft gewoon heel moeilijk bij de kool van de tegenstander kwamen. Nou ja, goed, en in de omschakeling is Silvolde natuurlijk een prima ploeg die er heel snel uitkomt. Ja, en dan loop je in dit soort wedstrijden sommige momenten van kastje naar de muur, inderdaad. Je bleef nog even met je elftal in de kleedkamer. Misschien gebruikelijk. Wat zei je tegen ze? Nou ja, goed, wat ga je zeggen? Ik denk dat iedereen is teleurgesteld na zo'n wedstrijd. En iedereen wil natuurlijk winnen. Ik denk ook dat menigeen weet waaraan het ligt. En ik ben niet zo'n type die na een wedstrijd gelijk een bespreking houdt. Ook niet als je 5-0 gewonnen hebt. Want als je 5-0 gewonnen hebt, dan is iedereen tevreden. En dan krijgt iedereen een schouderklopje. En in dit soort situaties komt er een stukje emotie bij kijken. Ja, en dan geef ik eigenlijk aan, ja, kijk eerst eens zelf in de spiegel en lees zo'n wedstrijd nog een keer na voor jezelf. En dan kom ik altijd dinsdag op terug. Het was geen 10-1. Het was geen 10-1, maar het blijven 3 punten. Oké, 2 wedstrijden gespeeld, 1 punt in ieder geval. Veel succes in het vervolg van deze competitie. Bedankt. Dankjewel, jullie.